kruistochten ging het nodige vooraf. De islam had zich in de 7e en 8e eeuw snel verspreid, ook in Europa. Leiders als Karel Martel of Karel de Grote hebben een verdere verspreiding weten tegen te gaan. In het oosten echter werd Constantinopel voortdurend bedreigd. Aan de andere kant namen aanvallen van barbaarse volkeren af, omdat ze bekeerd werden tot het christendom. Vooral de bekering van de vikingen betekende een einde aan de onrust. Europa kreeg daardoor meer de tijd voor onderlinge twisten. De langzame herovering van Spanje en Portugal op uiteenlopende islamitische heersers werd gezien als een succes. Hoewel Jezus geweldloosheid predikte, zag men oorlog voeren steeds vaker als een noodzakelijk kwaad in het christelijk denken. Het Byzantijnse Rijk was welvarend en vormde een brug naar Azië. Bovendien vormden zij een soort stootblok tegen Arabische aanvallen op Europa. In 1071 werd echter een groot deel van het Byzantijnse Rijk veroverd, na de slag bij Manzikert, door islamitische Seldjuken, de latere Turken. Het Rijk werd bijna gehalveerd. De Byzantijnse keizer vroeg daarom de paus om soldaten te sturen om zijn rijk te verdedigen. Omdat in 1054 de christelijke kerk werd verscheurd in een westelijk en een oostelijk deel, had de paus interesse. Door de Byzantijnse keizer te helpen, konden de kerken misschien weer tot elkaar komen. De paus maakte zich meer zorgen. In de 11e eeuw werd de Heilige Grafkerk in Jeruzalem, de kerk die is gebouwd op de plaats waar Jezus zou zijn begraven, al eens vernietigd en werden regelmatig pelgrims naar Jeruzalem aangevallen. De stad Jeruzalem werd in 1077 door de Turken veroverd, waardoor vaker aanvallen op pelgrims plaatsvonden. Toen in 1095 de Byzantijnse keizer de verdeeldheid onder de Turken wilde uitbuiten door gebieden terug te veroveren, deed hij de paus opnieuw een verzoek. Het was een verzoek om versterking van zijn troepen. Mede door zijn heftige bewoordingen was de paus genegen om hem te helpen. Omdat er regelmatig conflicten uitbraken in Europa, leek het de paus een goed idee om een bewapende pelgrimstocht naar Jeruzalem te organiseren. Door Jeruzalem en de weg daar naartoe weer christelijk te maken, konden pelgrims weer vrij naar Jeruzalem reizen. In de middeleeuwen speelden herdenkingsplaatsen en overblijfselen van heiligen een grote rol. Omdat Jezus in Jeruzalem is gekruisigd en begraven, was die plaats voor christenen het meest heilig. Bovendien kregen zo de Europeanen een gezamenlijke vijand en zouden ze minder onderlinge conflicten krijgen. Omdat zo de tegenstanders van het Byzantijnse Rijk werden verzwakt, hoopte de paus de Oosterse kerk weer terug te krijgen bij de katholieke kerk. De paus hield in 1095 een toespraak in Clermont. God wil Jeruzalem vrijmaken van de ongelovigen, zo sprak hij. Europa was enthousiast. Het zou een gevechtspelgrimage worden. De term kruistocht werd pas later gebruikt. In 1096 begon de eerste serieuze pelgrimstocht. Meerdere steden werden veroverd op de Turken. In 1099 volgde Jeruzalem in een bloedige slag. Uiteindelijk zijn de kruistochten op een mislukking uitgedraaid. In de eerste kruistocht werd een lange kuststrook veroverd, met Jeruzalem als hoofdprijs. Alle andere kruistochten werden gehouden vanwege een verlies van gebieden in het Heilige Land. Steeds werden de verliezen groter, totdat het gehele land uiteindelijk was terugveroverd door de moslims. De kolonialisering en verdediging van het Heilige Land kostte Europa handenvol geld. Sommige kruistochten waren zo slecht georganiseerd of gepland dat ze niet eens aankwamen in het Heilige Land. Kruistochten duurden lang omdat de reis naar het Heilige Land zo lang duurde. De verovering en plundering van Constantinopel, de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk, in 1204 zorgde voor een zodanige blijvende verzwakking van het Rijk dat het later in 1453 door de Turken werd ingenomen. De Ottomaanse Turken hebben daarna de gehele Balkan in Europa veroverd en kwamen in de 17e eeuw vlakbij Wenen. Ook toen wilden pausen kruistochten tegen de moslims uitroepen. Europa werd immers bedreigd. In 1530 heeft zelfs Luther gepleit voor een felle strijd tegen de Turken, al vond hij dat de paus niet de leiding mocht hebben. De scheiding tussen de Oosters-Orthodoxe Kerk
en de katholieke kerk is door de kruistochten alleen maar groter geworden. Een van de redenen van de mislukking van de kruistochten was het gebrek aan samenwerking tussen de Europese kruisridders. Vaak gingen ze voor hun eigen gewin. Bovendien waren de afstanden erg groot. Uiteindelijk hebben de kruistochten ervoor gezorgd dat de handel met het oosten weer op gang kwam. Ook kwamen er veel verloren gewaande Griekse geschriften terug en maakte Europa kennis met enkele wetenschappelijke boeken en uitvindingen uit Azië. Het grote voordeel van de kruistochten voor Europa was verder dat de machthebbers minder tijd kregen om conflicten binnen Europa uit te vechten. Op de islam hebben de kruistochten weinig invloed gehad. De veroveringen van de Mongolen leider Genghis Khan in de 13e eeuw waren veel vernietigender. Hoewel er altijd al oorlogen zijn gevoerd en daarbij veel slachtoffers zijn gevallen, hebben de kruistochten toch een speciale status gekregen. Dat ligt verschillend in de verschillende werelddelen. Voor Europa vormt het een argument om de Rooms-Katholieke Kerk aan te vallen. Het is een voorbeeld van agressie van de paus, zo zeggen ze. Hoewel de kruistochten bijna 1000 jaar geleden zijn begonnen, wordt de katholieke kerk de kruistochten nog steeds nagedragen. Er bestaan ook veel onjuistheden omtrent de kruistochten, zoals de vermeende kinderkruistocht in 1212. Amerikanen gebruiken de kruistochten als voorbeeld, waarin de westerse beschaving moet worden verdedigd tegen fundamentele aanvallen op haar cultuur. Een voorbeeld vormt de toespraak van Eisenhower toen hij op D-Day Europa in 1944 wilde bevrijden van Hitler en de fascisten. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere. March with you. Een ander voorbeeld is de toespraak van president Bush na de aanvallen van 9/11 in 2001, waarbij hij sprak van een kruistocht tegen het terrorisme. This crusade, this war on terrorism, is going to take a while. Eeuwenlang is er in de islamitische wereld weinig aandacht voor de kruistochten geweest. وهو ما كنتش حتى أقول مسلم كان دائما يقول ساراسنز وحنا يقول انفيدلز الكفرة وحنا يقول ذا بيجنز يعني الوثنيين. De westerse kritiek op de kruistochten heeft echter extremistische moslims van argumenten tegen het Westen voorzien. Zo heeft bijvoorbeeld Ali Akka na zijn aanslag op de paus in 1981 gesproken over de paus als leider van de kruisvaarders. Of toen in 1994 vier vreedzame Algerijnse christelijke monniken werden vermoord, werden ze gezien als christelijke kruisvaarders. En dat geldt ook voor islamitische terroristen, zoals Osama bin Laden. I want to tell the United States and its people. I swear by God, by Allah. He who has praised the sky, that the United States will not have peace. Een ander voorbeeld zijn de leiders van de Islamitische Staat. Ook zij zien het Westen als een gebied van christelijke kruisvaarders dat geterroriseerd moet worden. President Obama and John McCain are crusaders who will quote bring about the complete collapse of the modern American empire. The Islamic State uses a sophisticated propaganda campaign. They've got images here of fighters with explosions and intermixed we've got important phrases here. It burns the crusader armies with images of American soldiers. Anders dan de meeste vergeten oorlogen blijven de kruistochten ons bezighouden.